herstellen. Voorzitter, de bewoners. De gemeenteraad heeft ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan Arie Scheffer. Yvonne Klein-Kromhoff, jij bent woordvoerder van de actiegroep Arie Scheffer. Wat vind je van deze uitslag? Nou, op z'n zachtst gezegd, wij zijn er niet blij mee. Wij voelen ons als actiegroep niet gehoord. En wij hebben het idee nog steeds dat huizenbouw boven alles gaat. En we hebben niet het idee dat we gehoord zijn van het begin af aan. We zijn slecht geïnformeerd geweest. We hebben zelf alle acties moeten uitzetten. We voelen ons ook monddood gemaakt. Want wij hebben in deze zomer in 6 weken tijd alles moeten doen en regelen. Daarna zijn we 1 keer gehoord. En daarna zijn onze opties om in te spreken over geweest. Dus dat we nog zelf raadsleden hebben benaderd. En na die tijd nog dingen hebben ingebracht. Dat komt vanuit onszelf. En ook de reactienota hebben wij geen kans meer gehad om op te reageren. Wat wij ook heel vreemd vinden. Want daarin worden ook weer dingen gezegd waar wij het niet mee eens zijn. Net als met het bestemmingsplan. Een aantal raadsleden hebben ons gehoord. Merendeel niet. Dus wij voelen ons nu genoodzaakt om naar de Raad van State toe te gaan. Om de rechter te laten kijken naar hoe de procedure is verlopen. En of de rechter zich wel kan vinden in dat het geen huizenbestemming moet hebben. Tijdens de vergadering waren er toch wel een aantal fracties die begrip hadden voor jullie standpunten. Ja, dat klopt. En daar hebben we ook vaak contact mee gehad met die fracties. En door hun voelen we ons wel gehoord. Alleen helaas zijn dat te weinig partijen. En hebben we dus vandaag niet kunnen redden. Wat is jullie grootste bezwaar? Het grootste bezwaar is dat de huidige invulling van het veld en de locatie waar die zit, dat ze daar gewoon de belangen niet van inzien. En dat het gewoon weggeworpen wordt alsof het niks is. En alsof je het zo op kan pakken en ergens anders neer kan zetten. En dat het dan hetzelfde succes en dezelfde functie in de wijk heeft. En dat is gewoon niet zo. Die plek waar het nu zit, die is juist zo succesvol vanwege de mensen die eromheen zitten. Vanwege de huidige invulling. En dat blijft ook alleen op deze manier succesvol. Is een overleg tussen de bewoners en de wethouder nog mogelijk? We hebben al geprobeerd met de wethouder in gesprek te gaan en dat was tot op heden niet succesvol. Jullie zijn van plan om naar de Raad van State te gaan. Hoe schatten jullie die gang in? Nou, als wij geen kansen hadden gezien, waren we ook niet gegaan. Dus wij zien nog steeds wel mogelijkheden dat we daar in ieder geval gehoord gaan worden. En dat ze ook in ieder geval wel wat punten zullen hebben richting de werkwijze van de gemeente. Kortom, het dossier Arie Scheffer-straat is nog niet gesloten? Nee, is voorlopig nog niet gesloten. Wij voelen ons nog steeds gesterkt om door te gaan, al is het moeilijk als burgers om dat te doen. Maar ja, wij zien het als een noodzaak. Burgers moeten ook gehoord worden. En woningbouw is belangrijk, maar niet belangrijker dan al het andere wat in de wijk speelt. Dankjewel. Ook bedankt.